harte welkom bij AGV TV. Mijn naam is Marco, achter de camera staat... Hallo! Hallo Arno! Hallo! Oh, we zijn vandaag bij het slotfeest van de Amsterdam Game Pride 2014 op het Rembrandtplein in Amsterdam uiteraard. We hebben vandaag super veel mooie optredens die de mensen gaan zien. En wij gaan misschien ook nog praten met wat bekende mensen zoals Daan International, Conchita Boers. En misschien ook nog wel met jou. Ik heb geen idee. Als die woest niet komt, dan doe ik het wel. Irene, het zit er bijna op. Ja, ik word al bijna weemoedig op voorhand. Het is zo mooi. Het is zo fantastisch. Wat was jouw hoogtepunt deze Pride? Nou, de veelheid van alles. Dat vind ik heel mooi. En wat ik terugkrijg, dat zelfs zeg maar voor mij de meest obscure events, dat die allemaal succes hebben gehad. En ja, het thema listen, dat is natuurlijk een rode draad door de hele Pride. Maar ben je ook gehoord? Ik denk dat we gehoord zijn. Ik denk dat de inhoud van de Pride ook in de media veel beter zichtbaar is geweest. Daarmee gelezen en hopelijk daarmee ook gehoord. Kijk, dat vind ik nou zo relaxed in de Gay Pride. Dat zelfs de allergrootste artiesten die je gewoon zou willen interviewen, gewoon ook hier tussen de mensen staan. Kijk, Conchita Boer staat gewoon daar. Conchita, can I ask you a short question? Yes, of course. Are you excited for your performance? I'm so excited, I just can't hide it. What are you going to sing today? I'm going to sing, of course, Rise Like a Phoenix. That's what I am. Wait a minute. Are you the real Conchita? No, I'm not. Sorry, I'm Paula Pompadora. Paula Pompadora? Ja, je spreekt gewoon Nederlands, toch? Ja, wel gewoon lekker makkelijk. Laat het makkelijk houden. Zou je er graag willen ontmoeten? Ja, heel graag. Dit is mijn grootste doel voor deze Gay Pride. Om mijn grote idool te ontmoeten. Dus vandaar dat ik lekker als haar evenbeeld ben, als haar lookalike. Cool. Ik schrik mijn hoedje, Arno. Al de mensen die beter hebben dan wij, toch? Met een kleine lensje van jou. Hoe gaat het vandaag? Ja, ontzettend goed. Wel behoorlijk vermoeiend, want ik dacht, dit is mijn kans. Dus ik denk, ik doe 11 outfits en 11 looks en 11 John Gravenmaker pruiken en 11 van alles. En je zit in de stress? Nou nee, maar het is wel een beetje veel. Ja. Maar het is hartstikke leuk om te doen en mooie optredens, mooie mensen. Vanochtend zat ik te make-uppen en ik zat ontzettend te janken en ik weet niet waarom precies. Maar dat is geen goede combi, make-uppen en huilen, dat wordt hem niet. Dat was gewoon ontlading waarschijnlijk. Ja, ik denk ontlading en ik denk dat het straks, als het hier klaar is, wel weer zal gebeuren, maar dat geeft niet. Het is gewoon een hele emotioneel schommelende dag en zo zie je maar drag queens hebben alsnog gevoel. Ja. Well, hello Dana. Hello. Let me first start by saying you look fabulous. Thank you. Yes. I'm a half vampire. You're a half a vampire, but you're still in the sun, so you're okay. You just have to look around the way that people laugh. Everyone is laughing. Everyone is happy. Everyone is they're happy. Just having a good mood. But everyone's in a good mood. I don't know why. Maybe because everyone is drunk. I think Amsterdam is unique in the way they accept other kind of nationalities, other kind of sexualities, other kinds of all kinds of people. I think that the Dutch culture is much more accepting than the rest of Europe. Okay, did you really feel that also while you were here? Yeah, I'm walking around the streets, dress up the way I want, talk the way I want, behave the way I want, and no one is looking at me in a bad way. Now, that's good to hear. It's good to hear. And yesterday, of course, you were on the Jewish boat. Yeah. It was the first time that I ran this kind of boat, so it wasn't that big, you know, as the other boat. And if you ask me, I would prefer to go on the Moroccan boat to start negotiate peace process. Yes. Do you think you could solve it? With the gay community? Yes. No problems. And take of course, me now to meet the Moroccan delegation, and you will see that we sing the same song, we can speak the same language. You know, in Israel, we adore Arab culture, we adore Arab singers, we adore Arab film and so many things. You know, the culture of Israel and the Arab people is so close, so similar, and I don't understand why all this is happening. So they should learn from us, leave the bullshit aside,
look at everyone in the eye and accept. Donald! Selfie! Zeg je daar? Je bent natuurlijk super gewoon aan het feesten nu, maar ik kan toch een vraag stellen. Ja. Wat was je hoogtepunt deze Pride? Dat was toen ik op klaarlichte dag 6 keer vanaf de kade werd ondergespoten toen ik gisteren door de juryboot door de grachten voerde. Okay. En dat ik was, was eindelijk nat voor de eerste keer sinds Gay Pride, daar kwam het op neer. Ben je het ook wel eens moe, de Gay Pride? Nee. Nee? Nee, want ik bouw mijn vakantie ook altijd omheen juist. Okay. Omdat ik het heel leuk vind. Ik vind het echt een leuk feest. Fijne, mooie, vrolijke samenhorigheid. Echt waar. Ben je geëmotioneerd? Ik zag je een traantje wegpinken. Ja, als ik jullie zie, dan word ik helemaal week. Maar voor de rest gaat het wel goed met je vandaag. Ja, ik heb weer een goede dag. Gisteren was het een beetje zwaar. Ja? Wat was er zwaar gisteren? De kater van de dag ervoor. De kater van de dag ervoor. Heb je nog op de boot gestaan? Ja, ik stond op de 50-plus boot. Maar 50-plus betekent natuurlijk gewoon dat er een hoop oudere mensen op zaten. Ja. Ook met rolstoelen en dat soort dingen. Ja. Maar ik vind dat heel ontroerend, want die mensen hebben zoveel voor ons gedaan. En die zijn zo onze voorvechters en zijn zo lief allemaal. Echt, sta ik altijd weer zo... Wauw, wat gaan jullie met z'n tweeën hard tekeer. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Zwingen, jongen. Hey. Is dit jouw muziek? Nee, ik ben gek op muziek. Ja, je bent gek op muziek. Ja. Muziek stroomt door mijn botten. Ik zie het. Het stroomt goed bij jou. Hoe was jullie Pride? Heerlijk, fantastisch. Heerlijk. Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Ik ben naar de openingsparty in de Grand geweest. Dat vond ik heel leuk. Heel mooi. Met Conchita. Hoi, we zitten echt met spanning te wachten op de komst van Conchita Wurst. En jullie komen binnengelopen en denken allereerst, wauw, het ziet jullie er mooi uit. En de tweede is, waarom zijn jullie hier dan? Nou, we hebben vanmiddag een optreden gedaan. En nu zijn we hier omdat we straks met Conchita het podium op gaan. Cool, en waarom dan? Waarom? Ja, ze hebben ons gewoon gevraagd, dus wij dachten, ja, waarom niet? Alleen maar leuk, toch? Nee, Raffaella gaat straks een optreden doen. En dan komen wij met z'n allen met Conchita het podium op. Heel gaaf. Ja. En dat was dus Conchita Wurst. She rose like a phoenix and she ran like a gazelle. We zouden haar interviewen en poef, ze was weg met haar hele entourage. Thank you.
Dit was AGP TV vanaf het slotfeest van de Amsterdam Gay Pride 2014. En dit is meteen de laatste aflevering voor deze Pride. Wij hebben het met heel veel plezier gemaakt, toch Arno? Jazeker. En we hopen dat jullie met veel plezier hebben gekeken. Tot de volgende keer! Tot de volgende keer! Dag!